Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Hey Sabrina. Hoi. Nou, vandaag weer een video met Sabrina, had ik in mijn vorige video aangekondigd. En we gaan vandaag kaassoufflees maken. Nee. Kaas van de boerderij. Ik ben vandaag met boodschappen wezen doen bij de Tweehoeven in Haastrecht. Daar heb ik melk gekocht, boerenkaas en eieren. En we gaan de kaassoufflees maken met zoveel mogelijk spullen van de boer. En we eten er ook patat friet bij met de aardappels die ik vorige week heb gekocht in Wallingsveen. En dan gaat Lina weer weg en Sabrina heeft een cadeautje voor Lina, hoor ik net. Lina, kom eens kijken. Ik heb een cadeautje, is niet ingepakt, want jij kan toch niet uitpakken. Het zit nog wel in een zakje. Hey, Lina. Lina, vind je dat wat? Lina, weet je wie er over een maand jarig is? Jij. Nou, dit is nog niet voor je verjaardag. Nee, maar? Het was gewoon zomaar een cadeautje, omdat ik het zo leuk eruit vond zien. Lina? Het is niet eetbaar, Lina. De muis? Of het bolletje? Kijk eens, wat hebben we eruit gekregen? Of het balletje? Nou. Balletje? Nee. Dingetje? Ik denk de muis of dat... Dit ding. Nou, lekker dankbaar weer, Lina. Potverdrie. Hier. Nou, maar dit is niet eetbaar, hè? Dat zullen we wel kunnen eten. Ik vind er niks aan. Nou, hier, Lina, kijk eens, daar gaat je muis. Doei. Hier, ga maar spelen. Doei. Oh, nou gaat ze er wel achteraan. Oké, maar het was mijn idee. Sabrina maakt kaassoufflees op de eigen manier. Ik maak ze op mijn manier. En dan gaan we eerst beginnen met het maken van de friet. Eerst even de friet snijden en voorbakken. En als de friet ligt uit te lekken op keukenpapier, gaan we die kaassoufflees maken. En dan kunnen we het daarna allemaal een beetje tegelijkertijd afmaken. En op speciaal verzoek van Sabrina heb ik sherry dressing gemaakt. Dat hebben we al een paar keer eerder gedaan. Want ik heb bij La Coupanita gewerkt en daar hadden we op de kaart gefrituurde kaasblokjes met sherry dressing. En daar is Sabrina helemaal gek van. En ik heb het vandaag voor de verandering gemaakt van witte ui in plaats van rode ui. Met uien van de boerderij uit Wallingsveen. En dan ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. Ik heb hem gemaakt met extra virgin olijfolie, witte ui en dan sherry azijn. Ik ga hem zo meteen proeven met kaasvlees. Maar hij ruikt heerlijk. Ja, hij is echt heel goed gelukt. Hij ruikt heel lekker. Ik ga even een stukje misschien eten. Is hij gewoon nog wel lekkerder met witte ui dan met rode ui. Kom. Dat is echt perfect. Goed mensen, ik heb honger. We gaan beginnen. Blijf vooral kijken. Oké, voordat we beginnen vind ik het leuk als jij heel even de boerenkaas proeft. Dat vind ik helemaal geen straf. Ik heb hem al op. Hij ligt al een tijdje uit de koeling voor de smaak. Ik heb hem wel al geroken. Hij ruikt lekker als extra belegen. Het was mild belegen geloof ik. Ik moet even op het bonnetje kijken. Mild belegen? Zoiets. Maar het is in ieder geval belegen. Hm. Lekker hè? Hij zit heel de volle smaak aan. En dat vind ik voor kaasvlees wel lekker. Want als het gesmolten is, dan verliest het natuurlijk iets smaak. Ja. En ja, goed gekeurd. En ik vind die diepvrieskaassoufflees al lekker. En daar gebruiken ze gewoon de goedkoopste chop voor die er is. Ja, dat is volgens mij wel goedkope kaas inderdaad. Maar het wordt echt fantastisch hiermee. Goed mensen, ik ga de patat friet maken. Geen dun schillen nodig, dat kan gewoon met de kaasschaaf. Ja, ik kan hem niet vinden met dun schillen, dus ik doe het gewoon zo. Maar het is precies hetzelfde. En mensen, ik heb dit al vaker, ik heb hier al een video over, dus check even de link bovenin. Gewoon de aardappels schillen, patat friet, weer trouwens Franse friet of Vlaamse friet? Maar Vlaamse. Vlaamse. Nou, dan de friet, patat friet snijden, voorbakken op 140 graden en dan afbakken op 180. Dan heb je gewoon perfecte patat friet. Nou, de frituur staat aan op 140 graden, die is zo warm. Lina, ik ga de patat friet voorbakken. Ik heb een lekker staafje voor jou zo meteen, een snoepstaafje. Goed? Zo, nou, even voorbakken op 140 graden. Oeh, dit is echt veel. Ik hoop dat dat goed gaat. In één keer. Ja, zo te horen, te zien wel. Nou, terwijl de friet aan het voorbakken is, mag jij dus kaas even snijden? Ja, is goed. We gaan 6 kaasvlees maken van dit stuk. Hier dit 3. Dus ik begin altijd gewoon in het midden. En dan... we hadden net al een beetje gemeten hoor. Ik speel een beetje vals. Nou, dat geeft niet. Dat scheelt weer. Daarom. Maar het is dus... ik doe altijd repen van ongeveer een centimeter. Ietsje. Oh ja. Dat is natuurlijk...
Ik denk als ik 3 kaasvlees op heb en patat friet, dan zit ik wel aardig vol, denk ik. Maar ik heb ook nog frikandellen en diepvries kaasvlees, kroketten, van alles. Nou, lumpia's. Voor als we niet genoeg, niet genoeg gegeten hebben of nog trek hebben. Nou, ik denk dat het wel goed gaat komen. Dat denk ik ook wel. Zo. Nou, perfect. Dus, kijk, nou ja, kijk, deze is een beetje smal geworden, ja, maar dat is niet erg. Heel. Is niet erg. Nou, ik ga de patat friet, ga ik even eruit halen. Hij heeft nu voorgebakken. Het duurde best wel lang. Voor mij wel 5 minuten of zo. Het zijn ook best wel dikke friet. Patatfriet, ja. Sorry. Oh, oh. Nou, ik heb hier het paneel al klaargezet. En hier eieren van de Tweehoeven in Haastrecht. 6 eieren voor €1,80. Dat is een hele goede prijs. Nou, zeker ga weten. Gang. Nou, daar gaan we. En jij, hoe maak jij de kaasvlees? Jij doet gewoon paneren? Ja, ik doe gewoon in het geklutste ei, paneermeel. Dan nog een keer in het geklutste ei, nog een keer in de paneermeel. Oké. Okay. En dan even goed zorgen dat ze dicht zijn. En eigenlijk, maar dat gaat nu niet lukken, ben ik achtergekomen dat ze het lekkerst zijn. Of in ieder geval het minst makkelijk openbarsten in de frituur als ze ook bevroren zijn geweest. Dus dan vries je ze in. Ah. En dan ga je ze pas later bakken. Oké, okay, maar ja, goed. Dat zal zo ook wel goed. Oh kijk, dat ziet er al heel mooi uit. Dit gaat helemaal goed komen, zo te zien. Oh, dat is perfecte maat ook dit. Ja. Kijk mensen, deze is al voor de tweede keer gepaneerd. Je kan het verschil goed zien met die andere. Dit is perfect. Hij zit helemaal dicht. Oh, ik heb er zo'n zin in. Lekker. Zo, nou deze zijn klaar. Dan gaan we nu mijn versie doen. Nou, dan maak ik mijn kaassoufflees met bladerdeeg. En ik wil proberen om de snackbar kaassoufflees een beetje te benaderen. Dus ik ben benieuwd. En dit is het enige wat niet van de boerderij komt, samen met het paneermeel. De rest van de ingrediënten komen allemaal van de boerderij. Behalve natuurlijk de beste mayonaise ter wereld. Ja, dit is Hellmann's. Niet tegenop de whatever. Nee. Maar goed, ik ga dan een paar, 3 plakjes bladerdeeg even hier opleggen om te ontdooien en dan maak ik ze af. Even meten. Nou, het is de vraag of het stuk kaas erin past, man. Ja. Zeker wel. Dan kan ik hem zo gewoon zo dichtvouwen. Gaat precies goed. Dan maken we driehoekjes. Dat is leuk. In plaats van rechte kaasvlees. Ja, ik weet niet of het vorm gaat worden. Nou, als je hem zo doet zoals net, dan is hij driehoekig. Ja, maar dit is toch. Nee, als ik het eromheen ga, blijft hij toch recht? Nee, dat is niet zo wel. Wiskundige shit. Nee, waarschijnlijk leg je hem gewoon recht neer en blijft hij gewoon recht. Zo, nou, heel even wachten tot het bladerdeeg ontdooid is en dan maak ik ze af. Yes, ontdooid. Nou, dan ga ik heel simpel de kaas in het bladerdeeg vouwen. Vouwen gewoon zo. Oh, jij doet hem zo, kijk. Ik denk een envelopje. Ik denk dat ik een stukje af moet halen. Nee, dat doe ik niet, dat komt goed. Een envelopje, Ik dacht al, hoe kom jij er nou bij dat er driehoekjes worden dan? Dat kan niet. Nou, dat kan wel. Als je hem zo doet en dan een driehoekig stuk kaas erin doet. Ja, oké. Okay. Kijk, nou. En dan ga ik deze gewoon zo paneren. Dan doe ik met de rest hetzelfde. Ah. Even een beetje goed dichtdrukken. Maar ja, dit is al prima, want er komt ook nog een paneerlaag omheen. Zal ik deze ook 2 keer moeten paneren? Misschien is 1 keer wel genoeg bij met deze. Met deze denk ik 1 keer genoeg. En als je hem nu zo doet, als je hem zeg maar zo legt, dan wordt het een beetje krap. Ja, maar hier heb je echt genoeg over om het zeg maar helemaal te bedekken. Maar het was wel even een goed idee om dat even te checken. Moet je er net een iets kleiner stukje in doen. Ja, dit is perfect, joh. Ik maak wel eens kaasbroodjes ook van bladerdeeg voor in de oven. Dat zijn de mensen vragen er ook altijd om. Zo, nou even paneren. Nou, dat doen we gewoon 1 keer, denk ik. Even kijken hoe het uitpakt. Ik denk het wel. Ik denk dat 1 keer genoeg is, omdat het bladerdeeg alles al tegenhoudt. Ja, ik doe hem 1 keer. Perfect. Nou, dan doe ik de andere 3 precies hetzelfde. Ja. Zo, de patat friet. Heel even wachten tot de frituur op 175 staat. En dan bakken we deze af en dan gooien we daarna die heerlijke kaassoufflees erin. Yes, daar gaat hij mensen. En ik begin nu echt trek te krijgen. De frituur staat op 175 graden. Maar even een paar minuutjes en dan is het helemaal top. Yum, 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 yum.
Lina. Wil je een staafje? Kijk eens. Vind je lekker, hè? Geniet ervan, poes. Gaan wij zo ook doen van de kaasvlees en de patatfriet. Bijna klaar. En tussendoor entertaint Lina jullie een beetje. Lina. Sabrina wil daar zo zitten, hè? En Lina, je sloopt je eigen speelgoed, man. Vrouw. Nou, dan zul jij goed slapen straks, Lina. Wel die drukte, hè? Dan is het voor mij goed. Kijk, mooie kleur. Ben benieuwd. Zo. Het mandje is een beetje lens, mensen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat heb ik nooit. Nou, komt goed. Laten we dit heel even staan. Zo. En dan doe ik de kaasvlees erin. Zal ik anders... Was dat met z'n vier of zullen we ze even één voor één? Eerst, dit is met bladerdeeg. Want doe eerst deze. Is die van mij? Ja, vind ik leuk. Ik proef het verschil beter, denk ik. Ja, die gaan heel snel. Ja. Kijk, ja, dan drijven ze. Ja. Zijn ze klaar, denk je? Heel ja, even. Ik denk het wel. Dan komt er kaas uit ook. Ja. Ja, oké. Okay. Snel, hè? Ben benieuwd. Oké, okay, mensen. Beetje zout. Filmt hij? Yes. Hij filmt. Mooi netteren. De friet. Oh. Ja, is goed toch? Dan ga ik nu de kaassoufflé van Sabrina proberen. Oeh, kees. Ja. Het is gewoon puur kaas, hè? Dit is lekker, mensen. Het is gewoon gesmolten kaas met een laagje. Eigenlijk is het meer een kaaskroket natuurlijk dan een kaassoufflé. Kijk, ik kan er gewoon de sherry dressing er gewoon inmikken zo. Net zo lekker als altijd. Ja, die friet is patatfriet is goed gelukt. Ja. Heerlijk. Knapperig van buiten, zacht van binnen. Zo, ik gooi die bladerdeeg kaasvlees er gelijk in. Ja. Ben benieuwd. Deze moet ietsje langer, denk ik. Ja, ik vind de patatfriet echt goddelijk. Ja, dat is heel lekker. Ja, Deborah, jij was me voor met patatfriet, maar een goede frietaardappel. Kijk mensen, nu de kaasvlees van mij in bladerdeeg. Ik begin ook al te drijven. Ik ben benieuwd. En nu ga ik mijn kaasvlees in bladerdeeg proberen. Ik ben heel benieuwd. Ja, je hebt echt een beetje dat, ik weet niet of je dat kan zien zo, een beetje dat snackbar, er zit een soort laagje tussen nu, van bladerdeeg. Ja, ook helemaal goed gekeurd. Ja. Of het nou lekkerder is dan die andere, nee, het is gewoon anders denk ik een beetje. Ietsje anders, maar voor mij valt het ook een beetje weg in het geheel, die bladerdeeg. Maar je proeft het wel. Ja, dat smaakt gewoon net wat anders. Maar, oh ja. Je kunt het ook zien. Ik vind hem niet per se lekkerder of minder lekker dan die andere. Het allebei, die kaas is gewoon zo lekker. Mm-hmm. Zo, dan gooi ik die laatste twee kaasvlees erin. Dan gooi ik hier. Goed mensen, wij eten even lekker onze laatste kaassoufflé op en dan gaan we zo meteen nog even een potje gamen beneden. Ja. Ik denk Sonic All-Star Racing. Leuk. Ja.
Goed mensen, bedankt voor het kijken en ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren om ook eens een keertje wat spullen bij de boer te halen. Want je hebt het verser, lekkerder en je steunt de boer, want daar krijg je een veel betere prijs voor. Maar ja, dat moet je zelf maar zien. Tot de volgende. Doei!